Lekker geslapen? Ja, eigenlijk wel. 10 uren. 10 uur geslapen, jongens. In coma gelegen. Leuk plekje, midden in de natuur. Geen voorzieningen. Je loopt zo het bos in. Kosten 0 euro. Prullenbakkie. Dus nou, meer hebben we niet nodig. Wij vonden het wel lekker. En we gaan nu, waar gaan we heen? Rustig aan, richting Düsseldorf. Hop op, naar Düsseldorf. Hallo, we zijn onderweg naar Düsseldorf. Kijk eens aan de andere kant, staat een mooie file. Wij zijn vrachtwagen, wij mogen ook niet inhalen. Dus als er zo'n file staat, moeten wij er ook tussen gaan staan helaas. Maar gelukkig, hier rijdt het nog. We hadden een routetje uitgestippeld. Een beetje binnendoor routetje, geen snelweg. Ja, je ziet het, we zitten op de snelweg. Hoe het kan weten we niet, maar de TomTom, ik weet niet hoe het ding heet, die schakelt iedere keer terug naar de snelweg. Dus ja, we hadden een beetje de planning rond 4 uur. Je mag maar 4 uur het parkeerterrein op bij Düsseldorf. Dus ja, dan zouden we rond 4 uur daar zijn zo'n beetje. Maar nu zijn we er al, even kijken, rond 2 uur, iets over 2, kwart over 2 of zo. Je mag een paar 4 uur op. Misschien moeten we wel bijbetalen, maar we zien het wel. We hebben daar 2 pogingen gedaan om via de snelweg, de snelweg af te komen. Dat lukt niet. Ja, de snelweg afkomen lukt wel. Maar... Dus we gaan lekker rijden. We hebben een badje eerder. En we zien het wel wat er dan gebeurt. En misschien krijgen we nog filet. Stauw. En wat gebeurt er nu, 1 seconde later? Stauw. Stauw. Kijk, 2 linkerbanen, helemaal leeg. Ja. Wij moeten hier blijven. We zijn boven de 3,5 ton, kijk, dan komt er een, die hebt er gewoon allemaal een voetbaan, denk ik. Of allemaal is er onder. Politie gezien net. Wachten maar. Wachten. We zijn 1 uur verder, hè? En we zijn er nog niet. Stauw. Wat een stauw. Alleen maar stauw, stauw, stauw. We moeten nu nog 35 kilometer, dan zijn we er. Ik dacht in Nederland erg was, in Duitsland is het 10 keer erg. Nou, dan komen we die rotte weg te gaan. We zijn bijna. Zeker tijd. 3 uur gedaan over 120 kilometer. Verlaat de autostraten. Hou je klaar om rechts af te slaan naar 800 meter. Oké,
Hij zwaait, hè? Vreet hem op. Mazzel. Hoi. Dutch? Ja, goed. Ze zijn te vroeg. Beim Checkout. Ja. Übermorgen müssen Sie 10 Euro nachzahlen. Ja, dat weiß ich. Okay? Ja. Total niet. Total nergens voor. Dan, Vorne naar links. Bij die? Ja, hinter allen her. Ah, oké. Kom goed. Total nergens voor, nee, niet wat. Lekker fijn met die boom ook. Je ziet dat. €10 nacht betalen. Het zal er niet. Misschien al voor een jaar wel gelukt. Dus, waar moeten we in? Van, het is mensen die weer gaan kopen deel. Waar niemand staat. We dachten maar, gaan we niet zo. En filmen. Zelf plekje uitzoeken. Ik heb geen idee. Nou, staan er van die poppetjes op de weg. Dus, ja. Zijnde. Een uur te vroeg. Moeten we €10 bij betalen op de weg gaan zitten. Man. Moesten we vorig jaar ook de loop moeten betalen. Dus. Moet het nu wel, dan hebben we pech. Moet het nu niet. Ja, het auto's komen hier van de andere kant. Hè? We gaan nog even op de beurs kijken. Ja, dat is weer goed. In zijn waggie. Even kijken. Kijk, wil ik nou een miljoen? Een paar miljoen, dan wordt dat hem. Geweldig. Je viens par la champagne? Oui. On n'est plus en regardez, parce que vous avez des grands champs. Les champs colza. Les champs, mais alors je vous voyez des animaux. Ook leuk. Dit is een wolf. Lekker zat. Gaan we even een concordetje uitzoeken? Ja. Ja, ik vind dit wel leuk. Ook. Allemaal YouTube kijken. Goeiedag meneer Breukhoven, wilt u even binnenkijken? Niet druk, hè? Hier niet? Hallo? Nou naar caravans te kijken? Erg mooi.
hele mooie campers. Kijk eens, allemaal kastjes, lampjes, tv'tje. Nou, dit is hem dan maar. Hè? Ja. Mooi weer. Die kunnen we met z'n acht in zitten of zo? Hoe noem je dat? De mazzel club meeting. Ja. Meet and greet. Dit kost een camper in Duitsland. In Nederland nog 15.000 erboven optellen. Ja, en ook dit leuks is er te vinden op de beurs. Oude klassieke caravans. Of dit. Hele ruige 4x4 campers. Dit is de nieuwste grote Hiemer. We hebben hem van binnen gezien, maar voelden hem wat tegenvallen. Zien. Kijk, dat is over nagedacht. Ho, blijf staan. Verkleding Las Vegas. Een aanhangertje voor achter de camper gevonden. We hebben allebei onze eigen badkamer, eigen keukentje. Het is al bijna donker, maar we lopen nog even een rondje. We zijn de camper kwijt. Oh nee. En dat is echt ongelooflijk. Gewoon even een paar minuutjes. Zal ik even filmen. En ja, het is ongelooflijk wat hier staat aan campers. Ook de training in gevaar. Zag je het gevaar lichten? Ja. En hier zitten ze lekker boven. De Zallen. Kijk. In de Grand Alpa. Hey. En hier staat er nog een. Hey. Daar zitten ze ook in de rondzit. Achter. En wat je hoort is het vloedzeug. Daar. Ze zitten onder de aanvliegroute. Dus, doe even een rondje. Kijk. Overal campers. Lopen we even naar die feesthal of gewoon rechtdoor even? Eerst. Hallo. Hallo. Dan lopen we eerst even rechtdoor. Vreemd hem op, mazzel. Overal campertjes. Nou, Jacques staat lekker te lullen. Nou, mazzel, vreet hem op, dan kennen we door. Tjus. Nou, zo staat hij hier helemaal vol. Nee.
die is ook wel leuk, Jacques. Doe die dan maar. Doe die maar. Kijk dan, Morello staat in de opstap. Hij is ook niet te zien. Hier staan de kleintjes allemaal. We waren te klein, we mochten er nog niet bij. We moeten nog een beetje groeien. Een beetje de Concorde Club hier ook. Arme jongens. Het wordt een beetje te donker om te filmen helaas. Misschien morgen nog eventjes. Hier kan je bier halen, eten. Vroeger kon je voor een leuk bedragje eten halen, maar dat is allemaal voorbij. Maar hij loopt nog even een rondje over het terrein. Goedemorgen. We gaan even de beurs kijken weer. We gaan niks nieuws kopen. Nou ja, dat weet je nooit. Maar misschien wel, maar niets groots. Fris windje. Is er weer? Ja. Oké, we gaan. Kom, campertjes kijken. Hier kan je zitten, tv kijken en s'avonds maak je je bedje. Kijk, trek je dat daarheen. Dat is best wel mooi. Er zit een Francia plat in. Lekker zitten. De tv die eruit komt. Voor een enkele bed. Trusco. Die koop je in Duitsland. 60 duizend. Nederland komt er 15.000 bij. Minimaal. Ik heb toch een mooi integraal campertje, voor weinig. Hé? La Mancelle. Dit is hem geworden voor dit jaar. Dus apart, mooie kastjes, licht hout. Helemaal goed. Of deze concept van Hiemer, heel apart, maar wel heel erg gaaf. Met een opblaas hefdak. Nou, we hebben hem. Dit is hem geworden. We kunnen op safari. Ja, en ook op de parkeerplaats staan de meest mooie campers. Of mooi, je moet ervan houden, maar ik hou er wel van. Campers. En een caravan. En campers. En campers. En nog meer campers.
Ja, tenslotte nog wat leuke foto's. Op en om de beurs, dus zeker op de parkeerplaats, zijn hele leuke aparte dingen te vinden. Vonden jullie onze film leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En ik zou zeggen, tot de volgende. De mazzel.